Door de extreme hitte zijn de stalen brugdelen van de Merwedebrug in de A27 uitgezet. Het beweegbare gedeelte van de brug kan hierdoor niet meer goed open of dicht. Rijkswaterstaat gebruikte eerder slangen om de brug te koelen. Daar zijn ook vrijdag tankwagens bijgekomen. Hoe lang het koelen nog gaat duren is nog onduidelijk. Automobilisten worden geadviseerd om te rijden.